Laat je niet gek maken, hè? Zet hem op vandaag, hè? Goedemorgen, Mandy! Bakkie? Poeh, ja, ik kan er maar eentje gebruiken. Sorry dat ik laat ben. Ik zat weer te kutten met mijn veters. Ah, joh, maakt niet uit. Had ik vroeger ook altijd. Oké. Sjoerd, open jij de meeting? Wat staat er vandaag in de agenda? Ik wil het eigenlijk meer gaan hebben over onze visie. Tijn, je had al een opzetje gemaakt? Ja, het is heel erg belangrijk dat we vooral onszelf niet al te serieus nemen. Dat doet namelijk iedereen al. Wij creëren ultimate joy voor onze bezoekers. En dat vind ik zelf, wij beleven dat ook in ons werk. Precies, alles wordt groter en commerciëler. Maar laten we vooral ons eigen spel blijven spelen en blijven gaan voor kwaliteit en beleving. Het concept. We moeten ons vooral niet te klein houden. Zeg, wanneer komen eigenlijk die nieuwe stagiaires? Ik hoop wel dat ze een beetje werkmentaliteit hebben. De generatie Z van tegenwoordig. Sjoerd, wat is er? Ik moet poepen. Kijk, weet je wat het is? Die grote namen kun je overal 10 keer per jaar zien. Laten we het ook wel spannend houden. Programmeren is zoveel meer dan alleen maar de grote namen boeken. Het gaat om de energie. Daarbij moet je naast de gevestigde orde ook de jonge kids een kans geven. Wat? Nee man, ze snappen het gewoon niet. Waarom zou je naar Walibi gaan als de Efteling om de hoek ligt? Hey, we bellen! Dus, kinders, hoe was jullie weekend? Laten we het daar maar niet over hebben. Ik heb het weekend wel uitgespeeld. Nou, ik heb geen ogen dicht gedaan met die kids. Ik ben nog naar het museum geweest, nu ze nog subsidie krijgen. Oh, leuk! Nou, ik heb een keer rustig aan gedaan. Moest even op de kleintjes letten. Oké, luister. Ik heb dit weekend dus zitten tekenen. Ben denk ik tot wel iets gruwelijks gekomen. Kijk, laten we beginnen bij de faciliteiten. Verwarmde tenten, zwaardansvloeren, goed geluid, paardencafé en eilen, snelle doorstroom bij de entree, barren en toiletten is de basis. Mensen betalen voor kwaliteit. Eens, ik ga dit jaar weer helemaal los met allerlei hoekjes en creativiteit. De secret area wordt sicker dan ooit. Ja, mooie dingen. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Oeh, die boom is wel heel groot. Ja, daar moeten we even omheen bouwen. Komt goed, we moesten hem wel laten staan van een ecoloog. Check, ik ben blij dat de zon lacht. Ja, het wordt mooi weer. Zit een goed tijd, Thijsje? We gaan beginnen. Huh, wat is dit nou? Is het al zo laat? Oh!